Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van deze serie, namelijk Professor Layton en de erfenis van de Azran. Het is tijd om het hutje in te gaan. En daar is die oma waar we de vorige aflevering over hadden, want het dorpshoofd is nog steeds niet blij te krijgen en we weten niet waarom. Maar eerst deze puzzel maar eens. Ik vraag me af wat in dit zakje zit. Volgens mij zit er chockvol nootjes, Aurora. Ik weet nog een goede puzzel over nootjes trouwens. Interesse? Puzzel 48. Eekhoornhuisjes 2. Ik heb deel 1 volgens mij helemaal niet gespeeld. Deze drie eekhoorns zijn op weg naar huis. Overal in het bos zijn open plekken waar eikels liggen. Steeds als een eekhoorn langs een van deze open plekken komt, neemt hij alle eikeltjes mee. Het cijfer op elke open plek geeft aan hoeveel eikels daar liggen. De drie eekhoorns gaan één voor één naar huis. Te beginnen met de eekhoorn bovenaan. Oké. Als ze allemaal thuis zijn, hebben ze allemaal hetzelfde aantal eikels verzameld. Welke route neemt elke eekhoorn? Even kijken. 2, 3. Die komt op 5. Wacht. Dit kunnen we op zich makkelijk doen, bedenk ik me nu. Het is 2 plus 4 is 6, plus 5 is 11, plus 3 is 14, plus 4 is 18, plus 7 is 25, plus 5 is 30, plus 2 is 32, plus 4 is 36, plus 7 is 43, plus 6 is 49, plus 3 is 52, plus 3 is 55. Dat betekent dat ze... Dat is raar. Toch, dat is raar, toch? Of is het 45? Dat hij er 15 moet hebben. Nee, toch? Even kijken. 6, 11, 14, 18, 25, 30, 32, 36... 42. Plus 3 is 1. Oh, het is 54. Oké, dat is denk ik beter. Dan is het 54 gedeeld door 3. Het lijkt nu heel slecht. Oh, wacht, het is 18. Dus we moeten 18 hebben. Dus we beginnen hier al met... Met 5. En we moeten naar 18 toe. Dan kan je denk ik het beste even kijken. Moeten we naar 18. Vijf plus 5. Dus dat kan al niet. Plus 4 is 9. Dit is 18 al. Dus dit is al 18. Dus 7 plus 4. Moeten we ook naar 18 proberen te komen. Is 11. Opnieuw. Tien. Volgens mij heb ik ook weer een rekenfout gemaakt, hoor. 45 plus... Nee, 45 plus 9 is dat. 54, ja, 18. 18 als het goed is. Dus dit is al 10. Wacht, kan die ook zo? Nee, dat kan niet.
7 plus is 11. 16. Ah, 18. 6. Oh, dat is te weinig. 6. Kom je op 19. Wacht. Die is irritant, zeg. Heb je al te veel? Zeven plus vier. Elf. Zeven plus vijf is 12. 14, dat kan ook niet. 'Ja, of je hoeft natuurlijk niet alles te gebruiken, dat kan ook. Of wel? Ik ga even kijken wat de eerste hint is. Oh, dat is goed om te weten. Ik denk dat het, dat mijn tactiek dus niet echt verstandig was. Die heeft nu 10. Ik kan deze hier naartoe laten. 11. 9. En die... Zo. Deze gaat het 6 plus 4. Ja, die heeft dan te weinig. Deze komt in ieder geval hier. Dat is 10. Zestien. Zestien. Laten we nog heel even van ons 18 tactiek uitgaan, als dat nog kan van een vieren. Nee, dat kan echt niet. Oké. De tweede eikel komt langs twee open plekken die al geen eikels meer hebben. Oké, goed om te weten. Zestien.
De derde eekhoorn komt ook langs twee open plekken die geen eikels meer hebben. Dan denk ik dat we met hem even terug moeten. Ja, zo kom je ook op 16. En 6. 16, hè? Dit is mijn Jezus, wat een gezeik. Wat een gezeik, jongens en meisjes. Dames en heren, koeken en peren. Die eekhoorns hebben wel veel nootjes verzameld. Gaan ze die nu allemaal opeten? Ik weet het niet. Misschien delen we ze wel met de vogeltjes. Oeh, nice. Goed, oma. Rusula. Ik verwacht jullie al. Een stemmetje vertellen omdat jullie vragen hebben over het welzijn van mijn wederhelft. Er is toch niemand vervelend geweest tegen jullie, hoop ik. De goede manieren in het dorp zijn niet meer dan dat ze geweest zijn. Oh, integendeel. We zijn allerhartelijkst ontvangen. Mooi. Nou ja, het was vroeger ook niet allemaal heksenkring en maneschijn. Maar het wordt al laat. Ik wil jullie niet ophouden. Ah, we vroegen ons af of u ons meer kunt vertellen over het gedrag van uw man de laatste tijd. Oh, die oude geit. Hij is gewoon ouder dan hij denkt dat hij is. Denkt ook nog altijd dat hij kan jagen als een bloedhond. Ha, maar manlief ook maar half de jager was die hij vroeger was, dan hadden we wel eten op ons bord voor zonsondergang. Dus u denkt dat hij gewoon oud begint te worden? Oud en verward. Onlangs raakte hij zijn boog kwijt tijdens het jagen. Ik bedoel, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is inderdaad erg eigenaardig. Als je bedenkt hoe essentieel een boog is voor de jacht. Eerlijk gezegd geloof ik dat hij het zelf ook moeilijk heeft met ouder worden. Ik heb hem al geen weken zien lachen. En als ik een champignon had gekregen voor elke keer dat hij vertrok zonder iets te zeggen, zat ik ondertussen propvol. Maar ik garandeer dat hij hier binnenkomt vallen als ik avondeten sta te koken. Ik begrijp het. Mevrouw Moriel, ik geloof dat ik doorheb waarom uw man zo ziek en neurig is. Echt waar? U bedoelt dat hij gewoon een beetje een gek oude man is? Integendeel, Luke. Ik geloof dat hij het dorpshoofd nog zeer helder van geest is. Als mijn theorie klopt, is er een goede kans dat we zijn stemming kunnen verbeteren. Oh, alsjeblieft. Ik heb alles voor over dat hij van zijn rot humeur af te helpen. Maakt u geen zorgen, mevrouw Moriel. We zullen ons uiterste best doen. Alsjeblieft, noem me Rusula. Ik voel me al zo oud als u me mevrouw Moriel noemt. Weer een puzzel opgelost, professor. Nog niet helemaal, Emmy. Ik vermoed dat ik weet wat de oorzaak is van het probleem. Maar we moeten nu nog een oplossing vinden. We zullen een speciaal voorwerp moeten bouwen. Gaan we weer grappige maskers maken? Oh, wat dacht je van een groot katachtig dier? Zoals een tijger of een luipaard? Haha, dat is niet helemaal wat ik in gedachten had. Maar laten we het niet voor op de zaken vooruitlopen. Allereerst is het van belang dat we de materialen verzamelen die we nodig hebben. Ik ben benieuwd. Goed dan. Waar gaan we eerst naar op zoek, professor? Want als ik eerlijk ben, heb ik geen flauw benul. Eens kijken. Om te beginnen hebben we voorwerpen nodig die dun, glad en cilindrisch zijn. Cilindrisch? Zouden we een paar twijgen kunnen gebruiken? Ik ben bang dat het iets steviger zou moeten zijn dan twijgen. Een soort kleine, maar sterke staafjes dus. Wat nog meer? Dat superlijm zou goed van pas komen om verschillende delen te kunnen verbinden. Maar dat is vast moeilijk te vinden hier. Dat klopt, maar misschien kunnen we iets anders verzinnen. Boomhars wellicht. Een soort lijm, wat staafjes. Dit zou niet al te lastig moeten zijn. Dat zouden we allemaal kunnen vinden. Voor zulke eenvoudige zaken hoeven we de wereld niet af te reizen. Dus we moeten proberen deze voorwerpen hier in de jungle te vinden. Begrepen. Oké.
Kijk. Daar staat die flapdrol. Ah, hallo Amanita. Wat heeft u daar? Oh, ik ben gewoon wat kikkerbotten aan het verzamelen voor de zwavelzwammensoep, weet je wel. Oh, klinkt lekker. Pardon, Amanita, zouden we een aantal van die botten kunnen krijgen, als het niet al te slecht uitkomt? Als je de mand wil dragen, mogen jullie zoveel pakken als jullie willen. Gaan jullie ook lekker zwavelzwammensoep koken? Eerlijk gezegd hebben we andere plannen mee. De botten die we niet gebruiken, zullen we netjes aan u teruggeven. Oh, je bent een schat. Het zou wel fijn zijn als je me een beetje kunt haasten. Ik heb ze nodig voor mijn avondeten. Deze botten voelen slijmerig aan. Jackie, moeten we deze botten echt gebruiken, professor? Gezien de omstandigheden hebben we niet veel keus. Bovendien denk ik dat ze allemaal geschikt zijn voor ons doel. Echt waar? We hebben allerlei verschillende vormen en maten. Misschien moeten we nog iets kleverigs zien te vinden. Misschien kunnen de dorpsbewoners ons helpen. Ik heb al zo'n idee waar dit naartoe gaat. Hey, een puzzel. Nice. Professor Krullable, ik zoek u al een hele tijd. Sycamore. Moet u niet op het vuur letten, Amanita? Oh, het is aardig van je dat je je zorgen maakt, lieverd. Maar ik heb alles onder controle. Juffrouw Jansen neemt het zo van me over. Een hele geruststelling. Dus u was naar me op zoek. Ja, zie je. Ik vind het nog altijd vervelend dat ik zo om u moest lachen. Dus ik wil het goed maken. Ik kwam deze puzzel tegen en ik moest aan je denken. Met die varkensstaartjes van je. Zwijnenrace. Ah, we gaan weer hetzelfde doen als de vorige keer. Oké. Oeh, maar nu zitten er twee. Oeh, deze is interessanter. Ik denk dat we het zo moeten doen. Zodat we 1 en 2 hier kunnen neerzetten. Zo. Zo. Oh, die moet hier. Dat was hem al. Easy peasy, moon squeezy. Nice. Logisch denken is van essentieel belang. Dat is zeer zeker van essentieel belang. Dat was een ontspannende inspanning. Ik stel het zeer op prijs, Amanita. Majestueus. Nou ja, het zal wel. Net als de koninklijke krullen. Amanita, wat doet u precies met die puzzel? Nou, ziet u, een beetje puzzelextract in de soep, dat geeft net het vleugje je ne sais quoi. Dat was redelijk goed Frans, zeg ik maar altijd. Ik begrijp het. Kijk, nog een puzzel. Ik loop me al de hele tijd af te vragen, liefie. Waarom heb je zo'n hoge hoed nodig? Ah, mijn hoed. Het hoofddeksel betekent heel erg veel voor me. Ik geloof het graag. Dat ding moet een vermogen gekost hebben. Zie je, hier letten we meer op ons op of iets praktisch is. Praktisch? Hoe zijn jullie kapsels dan praktisch? Beschermen ze tegen de regen? De regen? Oh, was het maar de regen? Nee, onze kapsels zijn om ons te beschermen tegen wilde dieren. Het bos zit er vol mee. In het bos zitten wilde dieren. Oké, de bosbewoners. Oeh. Deze jongen is op weg naar huis, verdwaald in het bos. Gelukkig komt hij 8 dieren tegen die hem vertellen waar hij heen moet in ruil voor een appel. De muis helpt hem 1 vakje dichter naar huis, de konijnen 2 en de vossen 3 vakjes. En de beer 4. Hij spreekt nooit 2 dezelfde dieren achter elkaar en er staan geen dieren op de vakjes met een kale boom. Oké. Waar komt hij elk dier tegen?
Kijken. Deze is 2, dus laten we die hier neerzetten. Dus 4, 2, 3, 3. Hier moeten we sowieso 3 hebben. 2 hebben. Zo moet hij, denk ik. In het bos willen. Fout. Ik word hier zwaar hard genaaid, jongens en meisjes. Even kijken. Hier hebben we nu 1, 2, 3, 4. Dan komen we hier 1, 2. En dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. Hij zou voor mijn gevoel goed moeten zijn zo. Denk eraan dat er nooit twee... Oh ja, nooit twee dezelfde dieren. Dat kan dit helemaal niet. Dus dan... Zou de beer hier al moeten? Dan moet hij zo. Dan moet hij zo. Dat, die fout maakte ik inderdaad. Woepsie floepsie. Oh, je hebt een keer op je af moeten zien stormen. Slagtanden in aanslag. Mijn haar heeft me al vaak gered. Waarom organiseren we geen duel tussen haar en hoed van de professor? Emmy, ik raad dit idee ten zeerste af. Ik probeer bezigheden die mijn hoed kunnen beschadigen zoveel mogelijk te vermijden. Er was echt iets dat u grappig vond. Niets dat u grappig vond, dorpshoofd. Zelfs niet het verhaal over het hert. Het was een aardig verhaal, maar we hebben hier helemaal geen herten. Kevers worden toch aangetrokken door boomhars? Misschien kunnen we hier wel wat van vinden. Maar deze hars is keihard. Oh, dan gaat dat niet. Misschien moeten we eens goed rondkijken in het dorp. Wellicht vinden we daar een vloeistof met de juiste kleverigheid. Ik weet waar we naartoe moeten. Kom maar langs zodra je trek begint te krijgen. Dan zorg ik in een handopdrijver dat u van uw honger af bent. Oh, ik had verwacht dat de soep hetgene zou moeten zijn. Oh, maar het is deze slak. Ah, het is een slak. Luke, ik zou ervan afblijven als ik jou was. Huh, waarom? Die slak scheidt extreem gevaarlijke vloeistof uit. Het verbaast me dat dit soort voorkomt in zo'n vlochtig klimaat. Is hij giftig? Nee, giftig niet, maar een korte aanraking is genoeg om je uit te schakelen, of niet, professor? Inderdaad, professor. Het is namelijk zo dat de slak een uitzonderlijk sterke kleefstof afscheidt. Sterker dan superlijm zelfs. Ah, dan ben ik blij dat ik er niet aan heb gezeten. Poeh. We moeten bijzonder voorzichtig zijn met dit goedje. Eens zien of we een beetje in het potje kunnen stoppen. Zo, de staafjes van de lijm hebben we. Staafjes en de lijn hebben we. Dan is het bijna klaar. U bedoelt dat we nog meer nodig hebben? Dat wat we als laatste onderdeel nodig hebben is voor ons voorwerp is iets transparant. Iets waar licht doorheen kan schijnen. Iets doorzichtigs zoals glas. Om glas te maken heb je specifieke gereedschappen nodig. Aangezien de huizen van fungi geen glazen ruiten hebben, lijkt de aanwezigheid van zulk gereedschap me onwaarschijnlijk. Als we op zoek zijn naar kristallen, kunnen we dat mijnwerk moeten verrichten.
zullen wat mijn werk moeten verrichten. Ja, we zullen het wellicht iets verder moeten zoeken. Ik geloof dat het tijd is voor een kleine jungle-expeditie. Spannend. De jungle-expeditie bewaar ik voor de volgende aflevering. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de Erfenis van de Azran. Adios, amigos.